Ik ga een heerlijke bietensoep maken, oftewel borscht. Bietjes opzetten met koud water. En ondertussen maak ik de rest van de groenten schoon. Een paar sjalotjes in stukjes. En een winterwortel, kontje eraf. En schillen gaat makkelijk met de dunschiller. En die gaat ook in blokjes. En een paar teentjes knoflook. En bleekselderie. Even het zand eruit wassen en die gaat ook in stukjes. En al die groentes geven natuurlijk straks extra smaak aan de borst. Blaadje laurier. En de bietjes zijn inmiddels gaar. Die hebben een uurtje gekookt. En uit de pannen even af laten koelen. En ik ga in de soep beginnen. Een beetje olijfolie in de pan warm laten worden. En de groentes even aanfruiten. Tot ze een beetje kleur hebben. En bouillon erbij tot het net onder staat. En dat laat je even 10 minuten, kwartiertje garen. Ondertussen de bietjes pellen. En die bietjes zijn niet alleen prachtig van kleur, maar ze zijn ook nog eens erg lekker en super gezond en goedkoop. Die gaan ook in stukjes. En dan gaan ze in de soeppot bij de rest van de groentes. En dan de bouillon aanvullen tot alles ruim onder staat en een kwartiertje laten sudderen. De groenten zijn nu goed gaar. Laurierblaadje eruit en de staafmixer erin. Pureren tot alles mooi fijn is, alle klontjes eruit. Even proeven en op smaak brengen. En de soep is klaar. Kijk eens wat een prachtige kleur. Serveren met zure room en bieslook. Borscht.